Het Business Model Canvas. Jouw businessmodel op een A3'tje. Dat was het prikkelende thema van de Club Kaas bijeenkomst van 22 februari in de telefooncentrale. Hoe zit dat toch met de telefooncentrale en Club Kaas? Club Kaas is natuurlijk een netwerkclub. Wij denken de netwerkclub te kunnen versterken en te kunnen verbreden door de telefooncentrale eraan toe te voegen. De telefooncentrale heeft echt als doel om de creatievelingen, de cultuur, de theater, studenten, om al dat soort facetten bij elkaar te brengen. Waardoor je als het ware een creatief dorp ontstaat. Waarbij elkaar faciliteert, elkaar versterkt en elkaar ook wakker schudt met nieuwe ideeën. En het gereedschap dat deze keer gebruikt werd voor het wakker schudden was dus het Business Model Canvas. Goedenavond, mijn naam is Matthijs Weber. Ik werk onder meer voor het Amsterdam Center of Entrepreneurship. En ik ben gevraagd hier wat te gaan vertellen over businessmodellen en het Business Model Canvas van Alexander Osterwold in het bijzonder. Matthijs liet onder andere zien dat het canvas niet alleen toegepast kan worden bij giganten als Apple, maar ook bij de kleinere Club Kaas ondernemers. Ja, klopt. Het mooie van model is heel flexibel. En je ziet heel snel, in één oogopslag, zie je wat er mist in je bedrijf. En je ziet ook eigenlijk wat je nodig hebt. Dus op het moment dat er je een bepaalde klantgroep zou willen aanspreken die je nu nog niet aanspreekt, kan je onmiddellijk zien in het model van, wat mis ik? Ik mis een bepaald kanaal waar ik mijn klantsegment niet mee benader. Dat geldt voor multinationals, maar ook voor al deze ondernemers hier bij Club Kaas. En dan ga je er in de pauze aan werken en dan sta je op een gegeven moment ook nog even voor het scherm. Ja, inderdaad. En dat vond ik wel erg leuk. Want uiteindelijk merk ik dat, het is allereerst spannend, maar heel waardevol. Heel waardevol, want je krijgt tips inderdaad. En ik vond het ook erg leuk dat het gratis is en dat je er gewoon heen kan en... eigenlijk een cadeautje wat je krijgt. Lollige is ook dat doordat je het zo gaat opschrijven en gaat opplakken en een beetje heen en weer gaat schuiven, dat je daardoor bepaalde ideeën kan komen. En dat je zegt, maar wacht even, maar als ik dat daar neerzet, maar dan is het daar ook geldig. En dan zie je ook de stromingen er doorheen lopen. Dus eigenlijk is het een hele mooie basis om van daaruit eventueel weer een verder businessplan te maken. Ja, het heeft voor mij een beetje duidelijkheid gegeven dat als ik, heb het hier over 9 stappen. En als je een van die stappen, een van die vakken aanpast, dan kan je eigenlijk kijken wat er verder gebeurt binnen je bedrijf. En dat is wel heel fijn om te weten. Dus ik kan nou zien waar ik wat aan moet gaan werken. Tot de volgende keer.